Mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag gaan we weer verder met onze hut. Of kasteel, of villa, hoe je het wil noemen. Zwembad, alles. Het dak is al te zien. Ziet er nog goed uit, geen schade. Nee, dat is mooi. Het is mooi weer. Afgelegen filewijk, jongens. Ja, hè, mooi, hè. Hier, dit hadden wij, man. Ik zie Emmerstraat. Ja, man. Dat is mijn, die derde, die is helemaal weg. Ja, die derde. Memories. Kijk, dit is nog steeds van ons, volgens mij, hoor. Nee. Val mee, joh. Oh. Ik had de hele jungle verwacht, alles. Het is een beetje gegroeid. Maar niet extreem. Wordt goed gemaaid hier. Hier, en onze buren zijn ook lekker ver al. Oh ja, ja, mooi. Is dit nog sterk? Ik denk het wel, hè? Ik denk het ook wel. We moeten nu nog latten vinden. Nou, klim in ons hut, kasteel. Wat is het? Dit is ons hut. Ja, het is gewoon een hut. Het is gewoon een hut. Paradijs. Welkom in ons paradijs. Voelt het vertrouwd? Oh, iets minder, maar je kan er ook lekker bij komen. Kom in de hut, mijn heren. Ja. Morgen. Ja, dat is echt sterk. Och, ik ben benieuwd naar ons puntdak, man. Dit zo. Ja, of dat ons lukt überhaupt. Ja, hij moet dicht, maar we hebben versterking mee. Gelijk even staan denken, ik ben de architect. Architect. Vloer is niet goed. Sterk, hè? Ja. Ja. Trouwens wel. Oei, oei, oei. Ik zie wel wat latjes. Ik weet niet of we hier mogen zijn. Het hek staat open. Deze zijn zeker lang genoeg. Maar ik weet niet of we deze kunnen claimen. Grote pallet. Die meenemen gewoon. Krijgen we die mooi los, want deze hadden we ooit eerder. En die brak in alle stukjes. Qua met die koevoeten tussen en shit. Ja, schuif hem eens links-rechts. Dat zou echt ideaal zijn als hij er tussen past. Nou, ja, net niet. Ik kan ook in de beek doen. Puzzelen, staat hij er? Probleempje, hoe krijgen we nu hier erop? Dat is een groot probleem. Dit ding is echt wel zwaar. Hij is echt zwaar, ja. Echt zwaar, ja. Laten we maar wat proberen, denk ik. Het gaat wel lukken. Vast wel. Het is wel een beetje eng om er zo onderdoor te lopen. Ja, dat begrijp ik. Daar komt Sven heeft even een mooi emmertje gehaald, jongens. Ja, joet. Ik hoop dat ik het haal, man. Het ding van fucking zwaar. Oh, wow. Ja, laat hem maar die kant op vallen. Laat maar leunen. Ja, laat hem maar Steve, jij moet doordruwen. Alleen, hoe ga ik dit aanpakken? Nu draaien. Kan jij naar een gat? Hij moet iets naar voren. Blijft die machine hier hangen? Maar deze moet hier op. Nee, hij moet wel. Jij moet hem al doen. Ik heb hem vast. Nee, oh shit. Oh, maar die moet even ertussen. Daar is hij voorbij. Het is wel gevaarlijk, want bij mij gaat hij eigenlijk vallen. Hij is bij mij over de helft. Moet hem hier op deuken. Ik haal niet deze. Maar daar zit hij vast. Daar zit hij vast. Maar wij zitten ook vast. We zitten allemaal op positie dat we niet los kunnen laten. We kunnen hem ook gewoon allemaal wegspringen en af laten grijpen. Ik begin te timmeren, maat. Oh mijn god, ik vast even mijn leven. Zo zwaar. Nee. Even misschien toch, maat. Oké, Steven, kan jij... De onderkant moet meer naar jullie. Ja. Ik heb bovenkant nodig. Oh, hij is helemaal naar de achterkant. Jongens, dit is allemaal voor de content van jullie, hè, dit. Kijk. Het zonnepaneel zit erop, hoor. Zo. We zijn nog geen kwartier bezig. We zijn nu al moe. Maar dit is ziek zwaar, jongen. Dit is zo ziek zwaar. Kijk even wat we erop hebben gekregen. Ja, maar die pallet is zo scheef bij jou hier. Zit gewoon, hij leunt hier geen eens op. Nee, dit. Maar we kunnen hem ook gewoon zo vastmaken. Zeg maar gewoon, ja, maar dit, kijk dit, het gaat breken dan, hè. Ja, maar dat is de jeugdlandstijl. Ja, zit wel. Nou, als een huis, hoor. Huh? Als een huis. Wow, echt zo. Hij, ik kan ook een plankje doen. Hij moet er niet op staan. Gaan we straks wel doen. Kan wel lukken, denk ik, hoor. En dan moet hij nog beter vastzitten. Gewoon zo, de plank in dan. Dat die speling een beetje weg ja, is. Of zo. Zoals dit. Af en toe gewoon zo. Dit ziet er wel eng ja, uit. En dan die tweede kant is ook ik weer vast. Ik ben echt heel raar aan het slaan met links. Met links. Echt heel raar. Maar als ik deze krom heb, met links. Fucking sterk. Ik raak alles behalve op spijker. Maar dan zit hij wel een beetje klem. Hij zit zeker klem. Kijk, en is hij ook flink gezakt. Ja. Hij sluit beter aan daar. En hier kan ik op zich ook wel een spijkje in typen. Dus als iemand spijkjes heeft voor mij. Ja. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, het ziet er wel al mooi uit. Nou ja, als ik hier zo sta. Ik film het straks wel even. Dit ziet er heel tof uit. Moeten wij er nog zo eentje hebben? Eigenlijk moeten wij nog zo een even zoeken. Ja. Jongens, hou je vast. Hoppakee. Met een drone, hè? Ja, ik geloof wel dat het vet uitziet. Ja, het ziet er leuk uit. Ik zou nog best op het dak willen zitten. Ja, om latjes dicht te timmeren eigenlijk. Ja, hij is echt wel stevig, hoor. Alleen het enge is, als hij glijdt, glij jij mee. Ja, maar die glijdt niet. Dan zou dit, ik denk dat dit sneller instort dan dat dit glijdt. Ja. Er zitten echt wel veel spijkers zo erin en ook nog zo dwars. Ja. Dus dan moet hij dwaar doorheen glijden. Dan moet hij door die spijker, dat kan niet. Nee. Maar, je
weet het nooit. Ja, eerder dan dat hele plateau nu, hè? Dat eerder, ja. Ik denk eerder dat hij iets afbreekt dan dat hij echt... Want hij zit alleen maar in dat hoekje eigenlijk daar, dat middenstuk. Het kan eerder dat hij iets inderdaad afbreekt dan... Maar kijk. Ja, dat beweegt niet. Hier bijna niet. Nee, joh. Vooral die kant niet. Als je gewoon een beetje daarheen kijkt, dan zie je het niet. Nou, als je het nu doet, dan zie je het niet. Nou, top. Wat vind je ervan? Ja, hard werk moet beloond worden. Dat betekent pauze. Nou, we hebben zooi, voedsel, gezonde voedsel. Kijk maar. Fruit. Zijn ze allemaal aan het doen? Deur ruilen voor twee ijsjes. Oh ja, ik wil ruilen hoor. Het ijs is dik voor mij. Oh, lekker man. Dankjewel. En nog een mega pallet. Echt een zwaar. Maar ik ben ook bang dat hij wel wat langer is deze. Ja, dat is waar. Maar dan hebben we niet gelijk. Maar we hebben wel een dak. We hebben wel een dak. Het is en blijft nu. Kijk eens wat met die aankomt joh. Hij heeft gewoon een heel karretje. Ook balk of niet? Ja, wel meer, maar ik weet niet of ik mee vind. Zijn het lange ja? Nee joh. Oh ja, het zijn echt goede balken joh. En die oh joh. Liggen daar nog een stuk of 4 of 5 van die balken. Nee joh. Ja. Ah, eerste latjes zitten er weer op. Dit ziet er mooi uit hoor. Ja, het ziet er goed uit hè. Het ziet er echt mooi uit hè. Als we zo helemaal dicht hadden, hadden we het misschien ook wel aan die andere kant kunnen doen. Maar het kan altijd nog. Klopt ja. We zijn alweer een stukje verder en Sven zit lekker boven te timmeren in de hitte. We hebben een noodtrap. Stel, er breekt brand uit. Morgen. Oh ja. Morgen. Je bent bezig met het tapijtje, of niet? Oh. Ja, ik zag dat hier geen spijkers in zaten. Dus ik dacht, ik doe er even eentje in. Ik ram maar even eentje. Ja, maar dit is wel mooi waar jij zit. Ik wilde even in de schaduw zitten, maar ik heb net zeg maar zo alleen schaduw. Ja, de zon is echt, ja. Het is super fel, het is super warm en de boys zijn al naar huis. Ja. Die hebben ons goed geholpen. Zeker. We zijn redelijk ver gekomen. Het sluit bijna hier alweer. Maar het is wel serieus lastig. Letterlijk, de blaren zitten op mijn vingers. Ik weet niet of het aan de armen komt of omdat we hier 3 weken niet zijn geweest. Ik denk het laatste. Ja. Maar echt, het ziet er wel heel vet uit. Als ik dit zo hier zie, dit is wel heel erg vet. We zijn er bijna. Nou. De volgende aflevering is hier af. Ja. Niet alles, maar het dak zit erop en het is echt een huisje. En dan kunnen we beginnen met het slapen in bijvoorbeeld de hut. Precies, het overnachten. Of het feestje bouwen in de hut. Maar dan gaat het dak er weer af. Maar ja. Ja, we hebben ook weer dit gefixt. Dat hebben jullie gezien, mooi in die timelapse. Hartstikke stevig. Jammer dat we niet dezelfde gelijke plank hadden, maar een heel dun latje. Maar, dat is wel lastig. Als we helemaal pap, en deze kunnen we doorheen kijken als soort van opening. Juist. Soort van... Die maken ook elektrisch dat die open kan schuiven. Precies, druk je op zo'n knopje. Juist. Ja. Maar ik denk al inderdaad, wat de architect ook zei, van dit ziet er wel echt strak uit. Ja, heel netjes. Waterdicht. Wie is de architect eigenlijk? Jochie van Netten. Oh, ja. Ja, nou, top. Alleen het mooiste was inderdaad wel die plankjes zo op elkaar. Ja, maar is ook wel het meeste werk weer. Dus dit is makkelijk. Want als je dit dan kan vinden, hadden we dit ook. Maar deze plankjes zijn lastig te vinden. Ja, dit is mooier hoor. Echt, ja. Als ik dit zo hier zie, dan is het echt wel een hutje. Ja, want wij moeten alles gratis doen. En deze hut kost gewoon niks. Wel wat eten. Wel wat eten, maar that's it. Maar anders, dat moet ik ook als we niet een hut aan het bouwen zijn. Misschien iets minder drinken, maar... En iets minder snoep. En iets minder snoep, maar op zich... Nee ja, het is zeker. Het ligt gewoon... Wij moeten het ook hebben hier van de mensen die hier hun afval vinden, dumpen. Zoeken, bij elkaar schrapen. En het duurt allemaal wat langer. En jatten van anderen. Oh nee, dat mag dat niet. Mag niet. Nee. En we lopen weer op het park. Hoi! New York. Hey. Ik heb echt veel te veel kleding aan trouwens, echt veel te veel, pas bloed heet. Dat is echt, dat we een lange broek aan hebben is niet normaal. Oei, we zijn niet goed joh. Ja. Maar mensen, bedankt voor het kijken, ja. Dan gaan we volgende keer weer verder. Later.